Welkom bij het Etten-Leur Bulletin maandoverzicht van november 2017, met deze keer de volgende onderwerpen. Afscheid burgemeester van Rijnbach. Auto en container in brand. Aankomst Sinterklaas in de haven. Symbolische eerste steen nieuwe zwembad. Ongeval op Zevenbergse weg. Zaterdag 25 november hield burgemeester Helene van Rijnbach haar afscheidsreceptie in Nieuwe Nobelaar. Zij kreeg samen met haar man speciaal vervoer, namelijk van de brandweer, die haar met sirenes en blauwe zwijnlampen tot bij de ingang van Nieuwe Nobelaar bracht. Vele inwoners van Etten-Leur stonden in een lange rij opgesteld om de burgemeester met warme woorden te bedanken voor 9 jaar inzet als burgemeester van Etten-Leur. Waren hartverscheurend. Aan de Buitenhof in Etten-Leur stond er donderdagavond 16 november een auto en een container in brand. Het vermoeden is groot dat het gaat om brandstichting. De auto die geparkeerd stond en de container die tegen de woning aan stond, stonden gelijktijdig in brand. De brand is opgemerkt door een omwonende die de bewoners en de brandweer gealarmeerd heeft. De container is volledig weggebrand en de auto is aan de voorkant uitgebrand. Zoals ieder jaar komt de Sint samen met zijn Pieten met de boot aan in de Leurse haven. Normaal als hij is aangemeerd, wordt de goedheiligman verwelkomd door de burgemeester. Maar deze keer kwam burgemeester Helene van Rijnbach samen met hem op de boot aan. Toen de Sint voet aan wal heeft gezet, heeft hij een wandeling gemaakt naar het Van Bergenplein. Vervolgens is hij op zijn paard naar het gemeentehuis in Etten gereden. Daar heeft hij samen met de burgemeester de kinderen toegesproken. Om wat te verwelkomen. Allemaal handjes even voor Sinterklaas. Auto met Americo en zelf ook ponyrijden. Vrijdagochtend 17 november heeft burgemeester Helene van Rijnbach de eerste symbolische steen gemetseld van het nieuwe zwembad De Banakker in Etten-Leur. Samen met wethouder Jan van Hal onthulde ze een gedenksteen en daarna ging ze zelf aan de slag met metselen. Ook konden de aanwezigen even binnenkijken op de bouwplaats naar de vorderingen van de bouw van het zwembad. Nog binnen een jaar zal het zwembad officieel klaar en in gebruik zijn. Ja, toch wel een belangrijk moment. Wij gaan... Ja, prima. Waar is de specie? Oh, en al het probleem, die hebben we niet. Oh. Lijkt hoor, maar.
dat komt nog goed. Nou, geweldig allemaal. Een auto en een vrachtwagen zijn maandagochtend 27 november op de Zevenbergseweg in Etten-Leur met elkaar in botsing gekomen. Hierbij raakte de bestuurder van de auto ernstig gewond. Hij moest door de brandweer uit zijn auto geknipt worden en is met de ambulance naar het ziekenhuis overgebracht. Ook zaten er twee kinderen in de auto. Deze raakte licht gewond en hoefde niet mee met de ambulance. De bestuurder van de vrachtwagen kwam met de schrik vrij. Vanwege de ernst van het ongeval kwamen er vele hulpdiensten ter plaatse, waaronder een traumahelikopter.